Welkom dames en heren bij de allereerste aflevering van Custom Maps. En dit keer gaan we een map spelen van, dan moet ik even kijken van wie die was, Kenny van Woensel. Bedankt voor het insturen van je map. Het heet The Temple of Doom. En voordat we deze map gaan beginnen, hebben wij een stukje tekst die we moeten lezen van tevoren. The Temple of Doom. Het is verboden om cheats te gebruiken. Dit mag enkel als er een bordje is waarop staat vermeld cheat, time set night toegelaten. Je mag niet freerunnen en geen objecten kapot maken. Oké, dat is duidelijk. Je bent een archeoloog die op zoek is naar een avontuur. In de bibliotheek van New York kom je een speciaal boek tegen met onverklaarbare plaatsen. Het verhaal van The Temple of Doom ziet er jou zeer interessant uit. In jouw ogen dan. De Temple of Doom bevindt zich in een speciaal gebied. Het is geen junglegebied, geen poolgebied of poolgebied, geen woestijngebied. Het is onverklaarbaar hoe het komt dat het gebied zo anders is. Vele archeologen zijn op onderzoek gegaan in de Temple of Doom om erachter te komen hoe dit komt, maar ze zijn nooit teruggekeerd. Na het lezen van dit verhaal hebben we de volgende vlucht genomen naar Guatemala, waar de Temple of Doom zich bevindt. Eenmaal aangekomen op de plaats van de Temple of Doom ben je niet echt onder de indruk naar wat de verhalen in de boek zeiden. Het gebied was kaal en er waren overal bergen om je heen. Je besloot je boeken nog eens grondig te bestuderen. Na een tijdje zoeken in de boeken ontdek je een speciaal zinnetje om de Temple of Doom tevoorschijn te laten komen. Inquabitri dispectum quier perfectum jatratis lita. Maar je vraagt je toch af, wat zal dat zinnetje betekenen, hè? Zo simpel was het niet om het te vertalen. Je blijft maar uitwissen wat dit zinnetje nou betekent. Zo gaan er dagen en nachten voorbij tot je eindelijk het hebt ontdekt. Het betekent, ik beveel jou hel op aarde om je te laten tonen. Wow, op een avond wou je natuurlijk testen of de Temple of Doom tevoorschijn kon laten komen door gebruik te maken van dit rare zinnetje. Bitra dispectum quiera perfectum jatravis recta. De grond begon te daveren en in het midden van de rotsen begon de grond weg te zakken tot een diepe krater. Je besloot naar beneden te gaan diezelfde avond, maar dat liep heel fout af. Je valt meters naar beneden en valt met een harde smak bam op de grond. Nu is het aan jou om de uitgang te vinden in de Temple of Doom. Oh jee, dit klinkt heel spannend. We zitten hier dus in de Temple of Doom. We zijn hier naar beneden gevallen zoals je ziet. En ik ben benieuwd, hoe kunnen wij hier een uitgang wegvinden? Ik moet heel erg uit gaan kijken. Hier zitten gaten in de grond. En zijn die gaten van die... kan dit spiezen? Ik weet het niet. Ik loop maar gewoon door. En dit zijn allemaal plates. Maar ik vertrouw het helemaal niet. Ik vertrouw die plates niet. Kan ik hier gewoon opstaan? Oh! Uit! Oh shit, zal ik gewoon gaan rennen? Ik weet niet waar de valstrik zit, maar ik denk dat ik gewoon ga rennen. Rennen! Ja! Oké, dat ging helemaal goed. Gelukkig. Is het echt zo gevaarlijk? Ja! Oeh! Holy crap. Oké, dat ging goed, dat ging goed. We gaan door. Trap op. Hé, torches, die verlichten de boel nog een beetje. Oh, hier zou ik niet naar beneden vallen, dus ik denk dat dit een jump wordt. Zo. En we kunnen hier naartoe. Een lever. Zullen we die overhalen? Het ziet er wel naar uit dat we die... Oh! Kijk eens. We kunnen nu naar hier toe. En dan kunnen we de trap gebruiken. Zodat we wat hoger kunnen komen. En is dit de uitgang? Want daar is namelijk ook iets. Daar kan je ook een trappetje. Maar kan je daar een lever omverhalen? Even kijken. Zit daar iets? Nee, er zit helemaal niks. Ik durf het risico niet te nemen om daar naartoe te gaan. Ik ga dus gewoon richting deze kant. En water. Mooi zo. We komen aan. Oh, dit is creepy. Er staan twee mannen hier met skelethoofden en een bed. Kan ik hier even slapen? We gaan dit gewoon doen. Checkpoint set night toegestaan. Nou, ik weet niet wat er precies is, een checkpoint set night. Kan je dat gewoon invullen dan? Set night? Nee. Ik snap dat niet, maar we gaan gewoon door. Hier zijn twee... Ja, oh! Komt hier wat uit? Nee, er komt niks uit de dispensers. Oh shit. Je weet, als we vallen, dan zijn we de sjaak. Hoe kom ik daar? Moet ik... Oh, via de zijkant. Ik snap hem. Oh jee. Oké, rennen! En hoe komen we in godsnaam naar boven? Help. Moet ik serieus over en weer springen? Dat lukt me toch nooit. Oh, nee! Nee! Zo moet het.
Kijk, zie je? Als ik het even uitvogel, het komt helemaal goed. Het komt helemaal goed met me. Weer een blok. Is dat het enige blok? Ja. Rennen. En we zijn gelukkig verder. Heel leuk gedaan dit. Heel vet. Het wordt hier een beetje donker, maar ik moest de brightness op... Hé, een vleermuis. Dood jij. We moesten de brightness op hoog zetten, zodat dit level gehaald kon worden. Misschien hebben we nou een uitgang. Ik hoop het. Wat staat daar? Is dat een vleermuisje? Oh, daar zit hij hoor. Een mijnkarretje. Moeten we daarin? Durf ik daarin? Ik heb geen keus, denk ik. Wow. Oh. Constantin. Met de lever. Moet ik die lever overhalen? Dan moet ik er echt ontzettend uitkijken. Ik denk dat ik die kant op ga. Als ik die lever overhaal. Rennen. Ik neem het karretje mee, denk ik. Oh, ik moet geen objecten slopen, hè? Oké, prima. Ik drop hem al. Ik hou me aan de regels. Zo. En er is nog een TNT die niet is afgegaan. Was dat de bedoeling? Volgens mij moest die TNT ook afgaan, maar is die niet afgegaan. Hoe gaan we die af laten gaan? Ja, ik mag niks inspannen. Dus ik denk dat we dit moeten wegslaan. Maar dit zou dus ook moeten kapot gaan. En dan komen wij dus buiten aan. Yes! Yes! Ik zie een tentje. Wat is dit? Een chest... En een checkpoint. Maar we kunnen alleen 's nachts slapen. Kunnen we hieruit komen? Volgens mij heb ik mezelf al een weg gebaand uit deze verschrikkelijke grot. En ik kan even freerun hieroverheen. Ik weet niet of dat mag. Maar ik wil het wel even zien of er misschien nog iets is. Nee, ik mag hier niet uitkomen, zie je? Het is allemaal afgezet. Ik wil het wel proberen, want ik ben wel heel nieuwsgierig wat hier achter zit. Gewoon even kijken zo. En... Oké, hele flat world. Nee, dan was dit het. Ik ben ontsnapt uit de Temple of Doom. En dat was heel apart. Het was een kleine map, maar wel een ontzettend leuke map. En wil je nou ook zo'n map insturen, dan kan dat gewoon naar vincentbarrietjes@gmail.com. En dan gaan we de volgende keer gewoon gewoon een aflevering maken met custom maps van jullie. Dus heel veel bouwplezier. Bedenk het zo origineel mogelijk. Ik vond dit een hele leuke beginnende map. Dus tot de volgende keer. Doei!